Honderden demonstranten verzamelden zich gisteravond op Schiphol Plaza om te demonstreren tegen het oorlogsgeweld in de Gazastrook. Volgens hen doet de Nederlandse regering niets tegen wat de demonstranten de genocide op Palestijnen noemen en moet er onmiddellijk een staakt het vuren komen om hulpgoederen het gebied in te krijgen. We zijn eigenlijk samengekomen op persoonlijke titel omdat we de urgentie voelden om nu iets te gaan doen. Er zijn al veel demonstraties geweest, dat is supergoed, maar er kwam te weinig aandacht voor in de media en in de politiek. En daarom zijn wij een stap verder gegaan met deze sit-in acties. De deelnemers aan het zogeheten sit-in protest vinden dat de bewoners van Gaza al 75 jaar worden onderdrukt door Israël en nu dus systematisch zouden worden uitgemoord. Voor een deel van de demonstranten op Schiphol komt het conflict erg dichtbij. Ja, ik heb zelf familie in Gaza en ik weet al 5 dagen niet of ze levend zijn of niet. Communicatie is helemaal plat. Ze hebben weinig water, weinig eten en ze worden helemaal heftig gebombardeerd. En ik maak me heel veel zorgen over mijn familie. Naast een oproep tot vrede werd ook de volgende leus gezongen. De controversiële leus zou volgens velen oproepen tot de vernietiging van Israël. De organisatie van het protest is het daar niet mee eens. Het is de afgelopen weken veel als een bliksemafleider gebruikt, het debat daaromheen, om eigenlijk af te leiden van waar het echt over gaat. De genocide en de apartheidstaat in Palestina. Wat ons betreft staat die leus, voor de vrijheid van alle Palestijnen. Het is niet het laatste protest dat georganiseerd wordt. Donderdag zullen vergelijkbare acties worden gehouden op treinstations door heel Nederland. Voor de deelnemers op Schiphol is het doel van die landelijke actie duidelijk. Ik hoop dat met dit soort demonstratie dat wij kunnen laten zien dat de volk, de mensen in Nederland, de mensen in Europa en het Westen dat niet echt prima vinden. En dat het nu echt moet stoppen. Wij zijn medeplichtig in Nederland en we hebben een hele belangrijke rol om te spelen. Dus wij blijven doorgaan totdat we gehoord worden.